Welkom terug op mijn survival eiland. We staan hier weer op mijn prachtige eilandje bij mijn kleine knusse huisje. Het water is nog steeds net zo giftig als altijd. En ik heb er weer lekker zin in. In de vorige video hebben wij wat eilanden ontdekt. Zijn we daar naartoe gegaan, zijn we erachter gekomen dat deze dungeon hier echt niet te doen is. Dat het veel te gevaarlijk is. Dus dat slaan we maar even lekker over deze aflevering. Ik wil namelijk deze aflevering weer een paar dingen doen. Ik wil wat emeralds verzamelen. Zodat wij weer onder water kunnen gaan ademen. Maar ik heb in mijn vorige video had ik aan jullie beloofd. Dat ik na 2000 likes in deze toren zou gaan. En in die toren, die gaat best wel diep. Kunnen we denk ik best wel veel loot halen. Dus laten we even hier mijn generators even allemaal leeg plukken. Dan gaan wij de kelder in naar mijn kistenkamertje hier. Hoppakee. Dumpen we even al mijn spulletjes. Maken we ook even een nieuwe Exxon. Is mijn armor is nog goed. Goed, laten we gelijk beginnen door naar die dungeon te gaan, jongens. Ik ben heel benieuwd naar dungeon, door naar die toren te gaan daar. Ik moet even wat hout daar hakken, zodat we daar kunnen kijken wat we allemaal kunnen doen. Want ik denk niet dat ik zonder blokken daar kan komen. Ik heb nog steeds geen boot. Ik heb een paar reacties van jullie gelezen waarin jullie zeiden... Max, probeer een boot te maken op de ouderwetse Minecraft manier. Heb ik geprobeerd, maar het werkt niet. Dus ik denk dat de enige manier hoe wij een boot gaan krijgen... is die door die gewoon ergens te vinden ooit. Ik zou eerlijk gezegd niet echt weten waar. Misschien dat we die dan krijgen in die toren. Hallo paard. Maar ik zat eraan te denken... misschien zit die ook wel bij Pillager Island een boot of zo, weet je. En daar leven ook normale achtige wezens. Maar daar kunnen we nog niet komen. Dus laten we eerst de toren ingaan. Daar kunnen we wel heen. Moeten we even wat slabs maken weer. Zo, nou, we hebben wel genoeg aan 60 slabs. Laten we beginnen met een klein bruggetje bouwen. Ik hoop echt, echt heel erg dat we hier gewoon of een nieuwe emerald generator gaan vinden. Dat ik nog meer emeralds kan krijgen. Of gewoon een keertje een boot. Maar we gaan het zien. We gaan het zien, jongens. We zijn er. Even kijken wat het is. Hallo, zombie. Jij gaat als eerste dood. Oké, we zijn toren op de zee. Zijn we beland. Jij moet dood. Jij moet dood. Ik moet echt een keertje schild maken. Oké. Ik ga gelijk deze mob spawnen, anders ga ik slopen. Want ik heb geen zin in gevechten verder. Zo, jij bent kapot. Wat zit hierin? Appeltjes en golden apples. Oké, strings nemen we ook mee. Hier beneden... Oh, het gaat zo te zien heel diep. Oké, laten we eerst naar boven gaan, jongens. We gaan eerst helemaal naar boven en daarna naar beneden. We hebben wat hout hier. Oh, oppassen, oppassen. Jij hebt een sterk zwaard. Jullie hebben sterke zwaarden. Oh mijn god. Oh mijn god, ik moet er echt voor oppassen. De monsters hier hebben hele sterke zwaarden. Oké, laten we snel naar boven gaan. Ook even wat licht af en toe plaatsen. Gelijk het ding slopen, want ik heb geen zin in moeilijke gevechten met die beesten. Een goede helm en een goede boots. Oké, laten we die gelijk aan doen. We hebben wat betere bescherming. Zo, ik had meer blokken nodig, jongens. Ik had meer blokken dan dit nodig. Laten we gewoon een beetje slopen en hopen dat we die blokken kunnen gebruiken om naar boven te bouwen. We gaan in de hoek. Hallo, meneer de zombie. Ik schrik me helemaal kapot voor jou. Gaan we. We gaan eentje weer omhoog. Zo. En een skeleton hier. Die moeten we gelijk killen als eerst. Skeletons zijn naar... Oh, die is naar beneden gevallen. Prima. Oh, nee. Jij bent giftig. Jij bent giftig. Oh, gelijk dit slopen. Slopen. Hoppakee. Wat zit er in de kist? Een beter zwaard. Oh, nee, niet... Ah, nee. Jullie zijn giftig. Ik heb zo'n ekel aan jullie. Oké, appeltjes, worteltjes en nog meer strings. Helemaal prima. Die strings nemen we mee. Hakken we dit hier weer even omhoog te gaan. Gaan we weer één laag hoger. Oh, mijn god. Beesten. Heel veel beesten. Oh, nee. Creeper, ga weg. Dit ding slopen. Dood. Sterf. Jij sterf. Oh, dit is niet goed. Deze slopen. Ja, die is kapot. Oh, een goede zombie. Oh, dit is moeilijk, jongens. Moeilijker dan je denkt. Sterf. Oké. Jij kan ook gelijk sterven. Nou, weet je, jij zit daarin vast. Oh, diamond, een boot. Een raft. Ja, we hebben een bootje, jongens. Het is officieel. Oh, we hebben een boot. Monster met drie hoofden behaald. Ik weet niet wat voor gekke dinges dat is, maar we hebben in ieder geval een boot. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Ah, baby zombies, jongen. Ga weg. Wat zit hier? Oh mijn god, zit er een trap in dit systeem hier, zonder dat ik het door had? Oh mijn god, jongens, er zit een trap in. Er zit een trap in dit ding. Wat vreselijk dat ik dat niet gezien heb. Dat er gewoon een trap in zit. Hallo, zombie met goed zwaard. Jij gaat dood. Dan ga jij er gelijk uit. Jij gaat dood, want jij hebt een goed zwaard, zo te zien. Er zit hierin. Redstone generator, nog meer diamonds, nog meer ijzer. Wat een goede loot allemaal. Oh, we hebben netherite ingots. Hoe had ik dat niet door? Waar komen die vandaan? De netherite ingots. Oh, regen is giftig. Oh, god, regent het? Huh? Ik zoek dekking. Ik heb toch dekking? Ik sta toch niet in de regen? Of ligt het aan mij? Er staat regen is giftig, maar ik zit helemaal niet in de regen. Hou op met je regen is giftig. Ik sta helemaal niet in de regen. Hou op, ik sta... Oh mijn god, oké.
Ik moet ergens veilig staan, jongens. Oké, hier staan we veilig. Oh mijn god. Die beesten zijn slim, hoor. Oké, laten we deze slopen hier. Zo, dan laten we deze hier ook slopen. Hoppakee. En dan hebben we hier een diamond generator. Gold, golden ingots. Nog een smithing template. Gold. Deze toren, jongens. Dit is geweldig. Dit is echt geweldig. Oké, kijk. Nu snap ik dat het regent. Ja, oké. Nu snap ik het. Oké, dan killen we dit beestje hier nog eventjes. Oké, dan hierboven is de laatste verdieping. Maar ik moet letterlijk wachten tot het niet meer regent. Dat is het gewoon. Kijk, als ik sta hier een soort van veilig. Maar elk beetje water. Blijkbaar regent het soort van. Oh, nu zie ik het ook. Het regent echt, jongens. Ik hoorde het al de hele tijd niet, maar nu zie ik het ook. We hebben gewoon een bootje. We hebben een diamond generator. Wat een ideale situatie leven we op het moment in. Ik heb genoeg eten bij me. Het is helemaal top. Het is helemaal top. Hallo, zombies. Kom maar even. Ik ben letterlijk naar buiten aan het staren en aan het wachten tot het niet meer regent, jongens. Het wordt nu ook nacht. Wat vreselijk. Als ik wat hout heb, zou ik trouwens een bed kunnen maken? Ja, en als we een bed hebben, kunnen we slapen en dan stopt het met regenen. Maar dan moet ik wel wat hout vinden. Alleen ik denk niet dat ik zo makkelijk hout hier ga vinden. Wacht. Nee, er is nergens hout, jongens. Er is letterlijk nergens hout. Ik zit opgesloten in deze toren. Ik ben letterlijk opgesloten op het moment. A few moments later. Goed. Ik weet niet hoe lang we verder zijn. Volgens mij echt dik een kwartier op zijn minst. Dat ik hier gewoon stil heb gestaan. Een beetje op mijn mobiel heb gezeten. Maar het is gestopt met regenen. En wat is hierboven? Summon Tower Boss. Oké, maar hoe? Ik klik erop. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Golden Apple, Golden Apple, Golden Apple. Oh, jongens. 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 Hier ben ik nog helemaal niet ready voor. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Waarom deed ik dit? Ik heb zoveel goede loot bij me. Ik heb zoveel goede loot bij me. Wacht. Ik moet het heel voorzichtig doen. Ik moet het heel voorzichtig doen. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh. Oh, oh, het is te snel, hij is te snel, hij is te snel. Hij is te snel. Oh, niet leuk, niet leuk. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Ik had dit niet moeten doen. Ik had dit niet moeten doen. Oh mijn god. Oh, dat vuur is irritant. En ik heb ook geen water natuurlijk om mezelf te blussen. Oké, wat ga ik doen? Ik kan, ik heb een idee, ik heb een idee, ik heb een idee. Weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier. Oh, maar ik kom al. Oh nee, hij volgt me. Hij volgt me. Nee, toch? Oh, nee. Oké, weet je, ik ga mijn spulletjes snel opbergen en dan kom ik terug. Weg hier. Oh, wat gaat hij dood door het water misschien? Zou dat kunnen? Hij gaat dood door het water. Ja. Hij gaat dood door het water, jongens. Dat was die blaze eronder. Oké, oké. En dan heb je die wither skeleton. Die gaat niet dood. Oké, daar komen we wel voor terug. Daar komen we voor terug. Hij zit in ieder geval niet meer op de wither. Of op die blaze bedoel ik. Die blaze is dood gegaan. Laten we even al mijn waardevolle spulletjes opbergen die ik hier allemaal gekregen heb. Want ik wil echt niks verliezen. En dan vind ik het prima om het gevecht weer aan te gaan. Waarom klik ik er ook direct op? Oké, we stoppen even alles in deze lege kistje. Dan weet ik in ieder geval, zometeen kan ik even goed kijken wat ik allemaal gekregen heb. Laten we alles veilig hierin stoppen zo, hoppakee. Neem we eten mee. Heb ik nog genoeg goud? Ik heb nog wel wat goud, dus ik zou nog wel wat golden apples kunnen, maar eentje. Eén golden apple kunnen maken. Misschien als we dit even omsmelten, zou dat... Nou, maakt niet uit. We gaan nog die kant op, jongens. Heb ik pijlen, toevallig? Vast niet. Nee, geen pijlen. Dan wordt het nog een klusje om hem te verslaan. Ik moet een schild maken. Ik ga een schild maken. Dan kan ik dit. Met een schild kan ik dit. Hij heeft alleen een pijlenboog namelijk. Hier, schildje gemaakt. Hoppakee, helemaal prima. Kunnen we hier nog een golden apple maken? Oké. Laten we die kant op gaan. Oh, dit is zo stom. Is hij er nog? Of is hij inmiddels... Hij is misschien al gedespawned. Dat zou ook kunnen. Nee, hij is er nog. Hij verdrinkt zelfs. Oké, ik heb een bootje tegen... Het is zo... Ik heb een bootje. Eindelijk, jongens. Eindelijk heb ik een bootje. Wat ben ik daar blij mee. Kom dan. Je bent onder water. Dat is wel een beetje een probleem voor mij. Misschien dat je even naar boven kan komen. Ja, hij komt naar boven. Hij heeft letterlijk in zijn handen... Oh mijn god. Hij heeft een totem of undying in zijn handen. Kan je naar boven... Oh mijn god. Zijn pijlen gaan niet helemaal goed. Wat is hij snel onder water? Wat is hij snel? Kijk dit nou! Hij volgt me! Jongens, hij volgt me! Hij zit onder me! Wacht, nee. Dit eiland ben ik ook nog niet geweest hier. Hoppakee. Badlands Island. Kom maar. Kom maar weer boven water. Kom maar weer boven water. Ik ga hem proberen te pakken, jongens. Ik ga het proberen. Dat ding moet ik pakken, dat beest. Hij heeft namelijk een totem of undying. Ik denk niet dat hij die gaat gebruiken. Althans, misschien ook weer wel. Hij blijft alleen zinken. Dat is wel heel vervelend, moet ik zeggen. Oh, oh, au, 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 au. Oh, dit ga ik net niet kunnen redden, denk ik. Ik denk dat het een verloren zaak is, soort van. Ik weet niet wat ik met jou moet doen. Ik kom niet meer bij je. Je bent, zeg maar, te ver onder water. Wat irritant. Au, 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 au. Weet je wat? Stik er maar in. Blijf maar onder water. Ik kijk wel of ik je opnieuw kan spawnen misschien. Wat een avontuur, hé.
Wat een avontuur. Laten we dit bootje mooi pakken. Gaan we weer terug naar... Hij volgt me wel onder water. Hij is wel heel snel. Alleen hij stijgt zeg maar niet. Hij blijft op hetzelfde onderwaterniveau zitten. Dus misschien dat ik hem kan pakken binnenkort als ik genoeg emeralds heb. En met genoeg emeralds kan ik weer zo'n potion kopen. Ik heb wel een idee, jongens. Ik heb een idee hoe ik deze man kan pakken. Het gaat een beetje moeite kosten. Ik heb gelukkig mijn bootje. Daar ben ik echt heel blij mee, mijn bootje. Die mag ik echt niet meer kwijtraken. Hier, ik heb 5 emeralds. Ik heb ook een visengel. 6 emeralds inmiddels. Als het goed is, kan ik door te vissen, kan ik met deze guy ruilen. Met Simon hier. Ja, als ik dan even 5 pufferfish heb. Ja, dit gaat wel goed komen. Laten we even vissen, jongens. Even een tijdje gewoon lekker relaxed vissen. En dat doen we dan bij mijn emerald generator hier in de buurt. Dus elke keer als een emerald komt, pak ik die ook automatisch op. Oké, we hebben inmiddels 10 emeralds. Even wat spulletjes wegleggen. En ook behoorlijk wat vissen. Zo te zien is het ook avond en is het die basis wel heel ver naar beneden gezakt. Dus laten we heel even snel slapen. Oh, er zijn ook heel veel monsters gespannen. We moeten echt slapen. Dan gaan we even naar onze lieve villager Simon hier. En Simon die verkoopt hier 4 emeralds aan mij. Die verkoopt ook, even kijken, deze aan mij. Hoppakee. Simon, ik ben je heel dankbaar. Oh, pas alsjeblieft opspinnen. Oké, die zombie is dood. Oké, dan kan ik, jongens, nu officieel, komt ie, een potion of a water breeding kan ik tevoorschijn toveren. En dan kunnen wij even onder water ademen. Ben ik ready voor dit? Ik ben soort van ready voor dit gevecht. Ik hoop dat het goed komt. Laten we in mijn bootje stappen. Die kant op varen. En dan gaan we proberen hem onder water te vermoorden. Het voordeel is, hij heeft een pijlenboog. En onder water heb je niet zoveel aan een pijlenboog. Daar komt hij, jongens. 3, 2, 1. Hoppakee, daar gaan we. Hoppakee. Naar beneden. Naar beneden. Onder water heeft hij niet zoveel aan een pijlenboog. Dus ik kan, als het goed is, deze man hier... Hier, kijk, hij heeft er niet zoveel aan. Hij heeft er niet zoveel aan. Althans, niet zo extreem veel. Hier, ik... Oh, trouwens, op zich. Op zich. Ja. Oké, kom maar, kom maar. Oh, wat is dit een raar gevecht onder water. Oké, even een dinges nemen. Golden apple. Zo, nu gaat hij dood. Nu ga je dood. Nu ben je klaar. Nu ben je klaar, jongen. Nu ben je klaar. Kom maar, kom maar, kom maar. Hij heeft echt goede armor. Ik ga gewoon dood door hem bijna de hele tijd te slaan. Ik hoop dat ik het red. Oh mijn god, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Oh mijn god, oh mijn god. Hij is zo snel onder water. Wie had ook bedacht dat hij kon zwemmen onder water zo snel? Oh mijn god. Oh mijn god, ik ga het niet redden. Ik ga het niet redden. Hij is veel te snel onder water. Hij is... Oké, het ding is... Oké, naar boven zwemmen is mijn tactiek, jongens. Naar boven zwemmen is mijn tactiek. Ik heb nog 1,5 minuut. Of 2 minuten zelfs nog. Zolang ik naar boven blijf zwemmen, kan hij me niet volgen, dat beest. Maar hij moet wel echt... hij moet echt dood. Ik kan hem niet deze aflevering nog laten leven. Zolang ik boven hem blijf zwemmen, is het allemaal prima. Ja, nee, dat is niet allemaal prima. Dan kunnen ze pijlen me op zijn minst niet raken. Wat irritant. Wat een irritant beest. Hoe lang heb ik nog? Iets langer dan een minuut. Oh mijn god, die toorns gaat me echt vermoorden van hem. Ik word echt gek. Ik word echt gek. Ik heb niet genoeg... Oh, hij doet zichzelf pijn, volgens mij. Ja, hij doet zichzelf pijn met zijn pijlen. Vermoord jezelf maar. Je doet het hartstikke goed. Vermoord jezelf maar met je pijlen. Goed zo. Kan ik hem niet omhoog krijgen? Ik ga het proberen. Wacht, ik ga hem proberen met mijn visengel mee te nemen. Ik kom namelijk eigenlijk weer boven de grond gewoon proberen te vermoorden. Maar dat gaat niet. Hoe lang heb ik nog? Ik heb nog 18 seconden. Ik moet hier weg. Ik heb nog 18 seconden. Ik ga het gewoon niet redden, jongens. Ik ga het gewoon niet redden. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ik ga het gewoon niet redden. Ik moet het later een keertje doen als ik betere spullen heb, denk ik. Misschien als ik een trident heb of zo. Oh mijn god, hier. 2, 1, voorbij. Klaar. Ik heb het gewoon niet gered. Nou, dan gaan we maar terug naar de toren. Dan maken we die toren even naar beneden af. En dan kom ik later wel een keer terug voor die baas. Wat zonde van mijn emeralds dan. Oké, laten wij deze toren even voor de tweede keer proberen. Oh god. Vervelende spinnetjes. Hele vervelende spinnetjes. Mijn golden apples zijn op. Ik hoop dat ik nieuwe kan krijgen. Laten we deze gelijk slopen, want deze zijn heel irritant. Hoppakee, zo. En er zit in een golden apple natuurlijk. En een potion of... Oh, ik dacht dat het even onder water zwemmen was. Ik was wel heel blij. Oké, nieuwe beesten hier. Creepers ook zo te zien. Ontplof maar. Ontplof maar. Oh, je bent naar beneden gevallen. Kan ook. Nemen we die golden apple gelijk even in. Hallo, meneer het monster. Hallo, meneer het monster. Oké, die beesten beneden zijn verkeerde beesten. Ik zie niks. Het is heel even donker, jongens. Is even niet anders. Oh, wat zijn er veel beesten hier. Jeetje. Gelijk die spannen slopen. Al die beesten even vermoorden. En even wat licht plaatsen. Oh, dat scheelde niks. Dat scheelde niks. Oh, een lapis generator. Oké, helemaal prima. En wat spulletjes weer. Oké, we gaan die spinnetjes gaan vermoorden. Sterf. Hoe ver gaat hij nog? Oké, gaat volgens mij nog 3 verdiepingen naar beneden, jongens. Oh, mijn god. Ik kan niet wachten als deze gedaan is. Oké, creeper, ontplof alsjeblieft. Dat zou zoveel komen oplossen. Ja, je bent een topper, creeper. Je bent echt een topper. Jij ook. Ontplof jij ook maar. Ontplof maar. Ontplof maar. Ontplof maar. Oh mijn god. Ontplof maar. Ja, doe maar. Doe maar. Ja, lekker. Het zijn te veel beesten. Het zijn er echt te veel. Oh mijn god. Nee. Mijn schild. Mijn schild. Waar ben je? Oh mijn god. Het zijn te veel beesten.
Oh mijn god. Oh, nou, één hartje. Weg hier. Ik moet eten hebben, ik moet eten. Oké, okay, we overleven het. Als deze zombies dood zijn, overleven we het. Oh mijn god, wat zijn er te veel. Wie heeft er zoveel zombies gevraagd? Ik heb een idee. Nee, ik heb geen idee. Eén blokje hier plaatsen. Kom maar naar boven, zombies. Kom maar naar boven. Ik vermoord jullie wel even één voor één. Hoe kunnen het er zoveel zijn? Dit is toch niet normaal? Ze blijven maar komen. Nou, dit is echt niet normaal, jongens. Er is letterlijk geen... Ze stoppen gewoon niet. Ik ben alleen maar zombies aan het vermoorden. Genoeg gehad, jongens. Volgens mij wel, hè? Oh, die XP. Kijk hoeveel XP het ook is. Skeleton, sterf. Ik heb geen zin in jou. Jij hebt ook geen zin in. En die spin al helemaal niet. Die zijn al helemaal irritant. Ik moet nu die spawners vinden. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh nee. Oh nee. Vartje. Oh mijn god. Oké, deze verdieping en die verdieping eronder is vervelend. Kijk, kan ik hem niet vanaf hier even slopen? Is dat geen optie? Oh, dat is een optie. Doei. Tot ziens. Is er nog een spawner? Hoe kom jij hier? We gooien dit even dicht. We kunnen ze hier niet meer naar boven klimmen. Gaan we die spinnenspawners gaan we even slopen. Is er nog eentje? Er is daar een skeleton ook. Jij gaan we ook doodmaken. Oh, hier is die spawner. Hier is die. Jij gaat er ook aan. Oké, okay, dat is beter. Die zijn kapot. Ik heb 2 hartjes. Ik moet beter eten hebben, jongens. Ik heb geniet... Mijn eten is niet goed. Als ik nou beter eten had, kon ik dat gevecht veel makkelijker doen. Maar ik genees niet snel genoeg. Oké, okay, we kunnen deze wel even proberen te slopen. Oh mijn god, oké. Okay. Kom maar. Schiet maar. Ja, goed zo. Dankjewel. Oh, nee. Oh mijn god, dat deed ik net op tijd. Oké. Oh. Baby zombie. Oké, baby zombie is dood. Baby zombies. Oh. Baby zombies, jongens. Die zijn gevaarlijk. Oké, laten we even de hele roedel die hier naar boven komt gewoon even weer doodmaken. Is het veel? Hallo? Ja, het is veel. Het is te laat. Hoeveel is het? Het is weer te veel. Oh, dicht. Oké, dicht. Prima. Hoe kunnen het er elke keer zoveel zijn? In principe heb ik nu niet iets mega belangrijks bij me. Maar ik wil hem gewoon klaar hebben, deze toren. Ik wil hem gewoon helemaal gedaan hebben. Kom hier, skeleton. Kom. Binnen bereik. Kom maar. Jij dood. Sterf. Au. Oh. Het houdt niet op. Oké, we gaan weer de poging wagen door naar beneden te gaan, jongens. Het moet. We moeten 1 verdieping lager zien te komen. Het moet een keer gebeuren. Die spinnen hier zijn ook vervelend. Oké, wat zit er in deze kist? Loot. Oké. Dan gooi ik deze even dicht. Dan kunnen die zombies niet naar boven komen. Gaan we alleen even die spinnetjes vermoorden. Spinnetjes zijn met 1 klap dood. Oké, we hebben spinnen challenge gehaald. Oké, de spinnen, jongens, zijn bijna allemaal uitgeschakeld. Althans, volgens mij zit hieronder ook nog een aantal spinnen. Maar we kunnen vanaf hier, denk ik, de spawners ook wel slopen. Als we die even vinden. En ik heb geen licht meer. Mijn licht is op. Oké, daar is de spanner. Jou slopen we direct. Direct kapot maken. Dan is er ergens nog eentje. Die is hier. En die slopen ook. Dat betekent dat er nu niks nieuws meer kan spawnen. Oké, die creeper moet even ontploffen. Jij moet even ontploffen. Wacht. Ik heb een hengel. Kom maar, creeper. We kunnen nu voorzichtig deze opengooien hier. En dan iedereen die hier zit even doodmaken. Dan moet eigenlijk die creeper ontploffen. Juist. Oh, dat is best wel goed. Oh, oplof. Juist. Oké. Kom maar weer naar boven. Ze spannen toch niet meer nu. Oh, wat word ik gek van het spinnengeluid. Ik word zo... Oh! Ik zat in mijn inventory. Ik schrik me kapot. Hallo? Is het veilig? 1 zombie. 1 zombie kan niet, geen kwaad. Oké, kom maar. Kom maar. Creeper ontplof maar. Boom. Het is in één keer heel stil. Ik denk dat ik onder nog moeilijker vind dan boven, jongens. Hallo? Oké, nu alleen die stomme spinnetjes nog een keertje. Als die spinnen klaar zijn, is denk ik het geluid in één keer heel stil. Oh, zombies. Jeetje, waar komen jullie vandaan? Huh? Er is nog een verdieping hieronder, dat meen je. Daar komen ze vandaan. Ik ga even een iets boven halen. Een lampje of zo. Oké, we hebben een lampje. Lampje plaatsen we even hier. En hebben we even wat licht. Het zijn zo belachelijk veel zombies. Het is niet normaal. Mijn zwaard gaat het niet eens overleven zo. Ik weet wat ik moet doen. Deze muur hier moet dicht. Oké, dan kunnen we die skeleton of die spinnen kunnen we ook een keertje vermoorden. Eindelijk. En wat voor verdieping zit hier dan nog onder dat het zo druk is? Nou, wat zit hier nog onder verstopt? Oh, mijn god. Endermans? Ik heb hem aangekeken. Oh nee, dat was niet slim. Weet je wat, ik ga die kist lekker zoals dit pakken hier. Kan dat? Kan ik die pakken zoals dit? Ik denk het net niet, hè. Oh jee. Oh, niet slim.
Dichtbouwen. Mijn zwaard een stuk beetje, jongens. Stik erin, ik kom later terug voor jullie. Mijn zwaard heeft het niet eens overleefd, dit avontuur. Ik ben heel benieuwd wat er in die kist hier beneden zit. Maar dat is iets voor een volgend avontuur. Het is nacht. Ik ben moe. Ik heb voor mijn leven gevochten. En het duurde veel langer dan verwacht. Ik had niet verwacht dat hij zo diep onder de grond zou gaan. Die baas is inmiddels ook al helemaal op de zeebodem terechtgekomen. Dus die is in principe geen probleem. Kunnen we nog een keertje pakken. Maar ik heb wel even wat tips nodig van jullie jongens hoe ik dit moet gaan aanpakken. Ik denk dat ik even die diamond generator moet plaatsen die ik heb. En dan daar gewoon even een goede armor moet maken. En dan kan ik veel beter dit soort avonturen doen. Laten we voor nu eventjes hier zeggen. We doen zo. Dat is mijn lapjes generator. En dan pakken we die diamond generator uit mijn kist beneden. Want wat voor loot hebben we inmiddels allemaal. Jeetje. Dat is een behoorlijke loot. Kijk, hier hebben we een diamond generator. Die kunnen we nog wel even mooi gebruiken. Door hier te plaatsen. Hierbij. 1, 2. Hoppakee. Dus nu kunnen we voortaan ook diamonds hieruit krijgen. Dan kunnen we diamond armor maken. Gaan we nog even een simpel dutje doen. En dan weet ik niet wat er allemaal gebeurd is. Maar ik vind het helemaal prima voor vandaag. Mijn armor is er slecht aan toe. Maar het is wel een leuke video. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Doe het nu. Abonneer en like nu. Het is helemaal gratis. En vond je het nou echt, echt geweldig? Kan je ook altijd nog deze video kijken. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Gewoon doen. Klik nu. Kijk nu. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, tel 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Bye.